Hey, ik ben Alan, 23 jaar en woon in het hartje van Antwerpen. Samen met mijn zus baat ik Danscafé De Gluizen uit in Hemiksem en heb daarnaast een grote passie voor mode. Ooit hoop ik om samen met mijn partner een gezin te kunnen starten via draagmoederschap. De wetgeving laat hier nog steeds een paar steken vallen, waardoor het niet eenvoudig is om deze droom te kunnen verwezenlijken. Daarom wil ik met mijn deelname een stem zijn voor alle startende Hollywood-gezinnen. Even a gay couple can raise a child. Ik ben Sam, 20 jaar en afkomstig uit het Limburgse Sint-Truiden. In het dagelijks leven ben ik chef de partie in een restaurant. Met mijn deelname aan Mr. Gay Belgium wil ik een steun en een aanspreekpunt zijn voor de LGBT-jeugd. Met name scholieren die uit angst om gepest te worden zich niet durven uiten om wie ze echt zijn. Het is dan ook nog steeds nodig om op school ook de gevolgen van pesten aan te kaarten. United we stand, divided we fall. Mijn naam is Cedric, 18 jaar. Ik woon in Antwerpse Hemiksem. In mijn dagelijks leven ben ik student kapper en heb ik een passie voor Spaanse dansen. Mijn doel is om zinloos geweld binnen de holobie en transgenders meer bespreekbaar te maken. Uit eigen ervaring weet ik dat het niet makkelijk is om verbaal en fysiek geweld te melden en er tegen actie te ondernemen. Meld het, want geweld eindigt waar liefde begint. Hey, ik ben Dries, 21 jaar en afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Keerbergen. En in het dagelijks leven werk ik als medisch laborant. Met mijn deelname wil ik ervoor zorgen dat het onderwijs een tweede thuis wordt, waar respect en verdraagzaamheid centraal staan. Jongeren hebben het recht om 100% zichzelf te zijn. De schoolomgeving moet dan ook een springplank worden naar een mooiere en diversere toekomst. We kunnen niet van alle jongeren dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal doen schitteren.